Ik heb niet kunnen constateren dat de ene etnische groep een aandoening heeft die de andere niet heeft. Dit is de bevinding van Ingrid Krishnadat, die onlangs gepromoveerd is tot doctor in de medische wetenschappen. Haar proefschrift dat ze heeft verdedigd is getiteld Ethnic Diversity in the Prevalence of Risk Factors for Cardiovascular Diseases. Krishnadat heeft wel kunnen constateren dat de ene aandoening meer kan voorkomen dan bij de andere etnische groep. Met name bijvoorbeeld hoge bloeddruk of hypertensie, dat komt meer voor bij mensen van Creoolse afkomst, niet van mensen van Maron afkomst. Dus het is daar duidelijk ook, heb je daar dat culturele component dat bijdraagt. Het komt het meest voor bij de Creoolse mensen. Daarna gevolgd door de Hindustaan en de Javaan. Dus wat het is wat betreft hoge bloeddruk en hypertensie. Voor suikerziekte en andere afwijkingen van je vetten, van je bloedvetten, daar komt het meest voor bij en de Hindustaan en de Javaan en ook bij de Indiaan. Krishnadat maakt zich zorgen over de gezondheid van de Surinamers in het algemeen. We doen het niet goed, met name bij suikerziekte, zegt ze. Ik moet u teleurstellen, net zoals ik zelf teleurgesteld ben. We doen het niet goed, met name, u noemt suikerziekte. Bij suikerziekte liggen we vrij hoog, hoger dan andere landen, hoger dan verwacht. Bij mijn hoge bloeddruk liggen we ook hoog, maar toch wel een beetje zoals verwacht. En bij het kijken naar de bloedvetten en andere problemen in ons systeem, het metabole syndroom noemen we dat, als we naar verschillende factoren samen kijken, dan doen we het eigenlijk niet erg goed. Met name als we weer terugkijken naar de etnische groepen, dan zien we dat we bij de Hindustaanse groep, eigenlijk bij de Aziaten, want die worden al nauw gevolgd door de Javaanse. En nou, ik kan India nog geen Aziat noemen, maar sommige mensen bestaan theorieën dat ze van dezelfde plek komen. Dus daar zien we eigenlijk toch wel het grootste gevaar. Maar we zijn alle etnische groepen lopen gevaar. En hoe meer we ongezond leven, hoe meer we ongezond eten en hoe meer we ongezond gedrag vertonen, hoe meer we allemaal ziek worden. Het maakt niet uit wat je bent, geel, groen of zwart. Krishnadat is sedert 1989 bezig met onderzoek. Haar proefschrift is in een boekwerk van 144 pagina's gepresenteerd en bestaat uit 5 wetenschappelijke artikelen.